leraar die waarschijnlijk meer de nadruk leggen, of explicieter misschien, op de hartkant van de zaak, bhakti-tantrische kant. Waar speelt dat bij jou, zeg maar, als je naar jezelf kijkt? Niet. Niet. Ik heb alleen maar een soort standaard welwillendheid. En een sterkere termen, daar krijg ik jeuk van. Wat niet wil zeggen dat het niet voor anderen geschikt kan zijn. Ja. Ik heb wel eens gehoord, als je die tweede stap niet zet, dus ook dat opent en die hartkant omarmt, het zijn maar woorden, dan is je niet compleet. In die context heb ik ook de term salon Jani al gehoord. en toch herken ik het ook bij jou. Ja, maar het is er wel, alleen ik heb geen zin om daar uitgebreid het over te hebben. Bovendien, ik doe dit al een paar dagen en ik denk dat het in het begin veel groter belang was en meer benadrukt werd. En dus voor mij is het meer van dat je daar een keer voorbij moet groeien. Anders blijft het te veel op een feeling level hangen. Dus wat ik juist veel gezien heb, is bij de meer devotionele of bhakti benaderingen of types, dat het vaak nogal onhelder is. Ja, als je van die kant komt, kan ik dat heel goed indenken. Als ik naar mezelf kijk, dan kom ik heel erg vanaf de andere kant, hè. Intellect en interesse, hoe zit dat? Ik wil weten hoe dat zit. Alles werkt, want ik weet hoe dat zit. En toch merk ik dat er meer compleetheid ontstaat. Bijvoorbeeld zoals je me gisteren vroeg, wat is zo verschrikkelijk als alles gewoon goed zou zijn, hè? Dan voel ik dat. En ik denk dat ik daar wel op dit moment meer naar kijken mag. Ja, en normaliter gebeurt dat ook, hè? Dus er zijn mensen die beginnen met het willen begrijpen. En als op een gegeven moment het intellect of de geest tevreden is gesteld, dan gaat de boel zakken naar een feeling level. Dus dan komt dat er meer bij. Dat is goed. En zakt het nog meer door, dan krijg je belichaming. Anderen die starten vanuit meer dat gevoelsgebeuren, en dat is fijn. Want hoe je ook start, maakt niet uit als je maar start. Weet je wel? En dan is het fijn dat op een gegeven moment de helderheid ook mee mag doen. En vervolgens de belichaming. Dus het maakt mij nooit zoveel uit. Ook niet wat de insteek is van degene die komt of zo, of wat zijn route is of haar route is. Het gaat erom van uiteindelijk of idealiter dat inderdaad de boel compleet wordt. Maar je hoeft niet de hele tijd het over liefde te hebben. Want we kunnen praten tot we naar ons wegen over liefde, maar het is iets wat je onmiddellijk herkent of niet. Nou, sommige mensen worden wat afgeschrokken door mijn directheid of weet ik van wat er mis met me zou zijn. Terwijl anderen juist roepen van, oh, hij is juist zo geduldig en het is een en al liefde. En dan denk ik, ja, dat is het ook. Alleen, ik hang er niet de hele tijd dat label aan. En dat doe ik ook omdat er aan het woordje liefde, het is het woord waarschijnlijk dat het meest gebruikt wordt en het meest misbegrepen wordt. Dus blijf ik er liever vandaan. Ja, grappig dat je het zegt. Ik hoorde vanochtend Francis Lucille. Die zei, God heeft de mensen naar zijn evenbeeld geschapen. En andersom. En dat hebben ze met liefde ook gedaan. Right. Ja, God is dus ook zo'n term dat ik liever vermijd. Er hangt veel te veel aan wat niet verhelderend of helpend is. En we hebben die begrippen ook helemaal niet nodig. Daarom praat ik liever over menselijke vermogens. Nou, een hart hebben is een menselijk vermogen. En
goed werkende reden hebben is een menselijk vermogen. Je intuïtie kun je ontwikkelen. Het is een menselijk vermogen. Invoelingsvermogen kun je ontwikkelen. Dus we hebben daar geen God en al die grote termen bij nodig. De laatste termen die je gebruikt, dat zit wel heel allemaal aan de kant van ontvankelijkheid, hè? Yes. En dus dat soort termen, en net als stilte. Weet je, als we naar stilte kijken, je zou het ook liefde kunnen noemen. Je zou bewustzijn ook liefde kunnen noemen in die zin van dat het nergens nee tegen zegt. Ja. Maar liefde is een hele positieve term waar heel veel aangehangen wordt. Maar voor mij is het meer de afwezigheid van dingen. Dus de afwezigheid van haat bijvoorbeeld. Of de afwezigheid van de hele tijd gelijk moeten hebben. Of de afwezigheid van afgescheidenheid. Of de afwezigheid van polair of binair denken in de zin van in extreme. Ja, dat leg ik liever zo uit, want dat is naar mijn idee een stuk helderder dan gaan zitten babbelen over liefde en wat dat dan zou zijn. En heel veel mensen hebben die term gebruikt om anderen te manipuleren en ik hou er niet van. Dus dat zijn allemaal van die redenen die ontstaan zijn door 25 jaar hiermee bezig zijn om van allerlei woorden weg te blijven. En sterker nog, die woorden regelmatig in ieder geval in mijn boeken, maar soms ook hardop te kritiseren. Of mensen te vragen als ze er wel eens over komen, okay, what do you mean? Dan komt iemand met een woord als liefde of geluk. En als ik drie vragen stel, dan blijkt dat ze eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Een of andere vage notie. Voor mij is het helemaal niet vaag. Als we alle onduidelijkheid en rommeligheid van die term afhalen, dan kun je nog steeds beter die termen niet gebruiken. Wees liefde, babbel er niet over. Nou, een element daarvan is delen, bijvoorbeeld. En een element of uiting daarvan is dat je, bijvoorbeeld, hè, er zit een ondernemer in de zaal. Als je aan het ondernemen bent, dat je iets onderneemt waar jij zelf, de klant en het geheel bij wint. Dat is een uiting daarvan. Niet dat het ten koste gaat van iemand of iets. Dat het niet ergens tegen is. Dus daarom heb ik ook vaker gezegd van, ik hou van autonomie. Die is voor mij, maar niet tegen een ander. Dus mijn autonomie betekent niet dat ik de autonomie van anderen wegneem. Dat zou liefdeloos zijn namelijk. Dus ik vind liefdeloosheid interessanter dan liefde. En ik denk dat liefdeloosheid makkelijker aantoonbaar is en beschrijfbaar. Ik weet niet of dat laatste goed... Het komt erdoor dat ik op een gegeven moment, toen ik dingen begon aan te kijken 100 jaar geleden, ging ik niet kijken naar wat liefde was. Ik had het net al over van je moet niet wegbewegen bij het probleem. Het probleem was niet liefde, het probleem was liefdeloosheid. Of egocentrisme, of net hoe je dat wil zeggen. Dus ik ging onderzoeken waar mijn liefdeloosheid zat. Ik ging niet op jacht naar liefde, waarvan ik niet eens weet wat het is. Weet je wel, maar liefdeloosheid die kun je zien. In het moment dat je liefdeloos handelt. Weet je wel, you know. Net zoals je weet wanneer je liegt. Dus dan ging ik niet op zoek naar eerlijkheid, maar naar leugenachtigheid. Waar lieg ik? Waar manipuleer ik? Waarvoor draai ik? Weet je wel, in plaats van op jacht te gaan naar een of andere abstractie. Nou, als je dat opruimt, dan hou je vanzelf die andere kant over. Als de liefdeloosheid weg is, dan komt het. Of zoals Krishnamurti zei, van liefde is alleen als jij niet bent. Then you're talking. Maar dat hoor ik er weinig zeggen. Ja, hij. De meeste gaat over warme gevoelens en compassie en andere. Het wordt al heel snel een sociale plakkerigheid. En al heel snel gaan er van die dingen gebeuren die ik ook al een paar keer, ik dacht in valse noten, ook opgeschreven had. Van waar is jouw hulp, die dan komt vanuit misschien een notie van liefde. Waar is jouw hulp, hulp en waar is het enabling? Waar verzwak je die ander met jouw hulp?
En waar doe je het eigenlijk voor? Omdat het jou een goed gevoel oplevert? Is het dan liefde? Nee, dat is een verkapte zelfzucht. Ik wil mensen helpen om op te staan, zodat ze me niet meer nodig hebben. En dan kun je gewoon elkaar aankijken, omdat je allebei mens bent. En kijken van wat er verder van komen wil. Maar help ik echt? Weet je wel? En hoeveel opdringerigheid zit er niet in diverse mensen, die ik ook in de praktijk gezien heb, die constant maar op jacht waren naar mensen om te helpen. They need them like a drunk needs alcohol. Constant op zoek naar weer een of ander zorgelijk geval. Dat is geen liefde, naar mijn idee. Als ik even een ansje mag doen. zou je kunnen zeggen dat het liefde is die op zoek naar die liefdeloosheid. Je hebt het net gezegd, dus ik denk dat het mogelijk is. Dat weet ik niet, maar wat ik wel weet was dat er, en dat is ook een vorm van liefde, er was op een gegeven moment liefde voor waarheid. En ik wist dat waarheid is weer zo'n abstractie, dat ik er op die manier niet kwam. Dus er was een liefde daarvoor, maar dat betekende dat je de confrontatie met de onwaarheid in jezelf moet aangaan. En niet proberen jezelf te katapulteren naar een of andere sfeer van waarheid. It doesn't make any sense. Nee, vertrekken van waar je bent. Yes, en dat aankijken. En daarom heb ik ook altijd geroepen dat bewustwording niet leuk is. Want je doet een lampje aan in een half duistere kamer en je ziet ineens alle rotzooi die je verzameld hebt en waar je aan gehecht bent en waar je van denkt dat dat juist is of zo, weet je wel. En je krijgt door van, ja, maar er zit eigenlijk niks van mij bij. Ik heb het allemaal overgenomen of aangenomen, weet je wel, maar er is niks echt. Nou, laat ik dat eerst maar eens uitzoeken voordat ik met van die grote positieve woorden aan kom zetten, weet je wel. En het is ook een heel raar ding om het als een criterium te gaan hanteren of te gaan zeggen over jezelf dat je liefdevol bent, dat is raar. Dat laat ik graag aan anderen over. Ja, dat zit allemaal in die menselijke variant van liefde die ze nagebouwd hebben. Ja, inderdaad. Terwijl op zijn absolute niveau is het ultra radicaal. Daarom vind ik die quote van Krishnamurti mooi, van liefde kan er eigenlijk alleen zijn als jij niet bent. Want zodra die ik er is, zijn er die ik-belangen en de manipulaties die daarbij horen en het in stand willen houden van mijzelf en me willen bewijzen en weet ik veel wat allemaal. Hoe kan zo iemand liefdevol zijn? Het is impossible. Het gebeurt ondanks jou, niet dankzij jou. Thanks. Steeds bij mezelf betrouw, is dat ik toch nog te veel dingen buiten mezelf wil halen. De liefde, de warmte, de veiligheid. Oh, good luck with that. Dat irriteert me eigenlijk. ja, dat hoeft niet, maar als we gewoon goed kijken, kunnen we zien dat het niet werkt. Ja. En er zitten. Kijk, als ik probeer liefde of aandacht of warmte bij een ander vandaan te halen, dan betekent het automatisch dat ik die ander moet gaan bespelen. To get what I want. Dat is puur sang liefdeloosheid. Dus dan wil ik iets krijgen wat ik zelf niet geef. Nou, dat is voor mij een natuurwetje van ik kan niet eisen wat ik zelf niet geef. Daar heb ik geen recht op. Dus we kunnen samen zijn en dan kan er iets ontstaan, een extra element. Als twee mensen samen zijn, ontstaat er een extra element. Het relatie-element. En dat kan liefdevol zijn of minder liefdevol. Maar dat kan een verrijking zijn, dat kan ontstaan. Maar als ik dat in elkaar moet zetten door die ander te bespelen en dus ook te veranderen, die te maken zodat het bij mijn ego en mijn behoefte past,
I think it's horrible. Ik heb het ook geprobeerd, het is heel menselijk hoor. Dus ik bedoel dat niet lullig, maar het is gewoon terrible. Gelukkig wel mee gestopt. Dacht ik vroeger dat het werkte. Nee, it doesn't. Het zijn meer dingen die kunnen ontstaan. Net zoals in een band ineens een extra laag kan ontstaan. Hè. Dat was een aardige band, maar ineens gebeurt er iets. Maar je kunt daar niet zomaar van uitgaan of gaan zeggen dat het altijd zo moet zijn. Het zijn van die momenten. Ja, ik hou uit dat externe nog een soort van hou vast of iets. Ja, maar ook dat kan niet, want alles wat je waarneemt is veranderlijk. Dus dan zitten we ons vast te houden aan stromend water. Ik vind dat heel vreemd. Het wordt ook een stuk minder, maar er is nog steeds een draad die daar toch nog heel erg naartoe geneigd is. Ja, het is dus handiger van als we op een gegeven moment doorkrijgen dat wij zelf het houvast zijn. Zolang we leven is bewustzijn het houvast. Het is het enige wat er constant is. En de anderen komen en gaan. Gezondheid komt en gaat. Geld komt en gaat. Sociale groep komt en gaat. People die or go away or get annoyed or whatever. Weet je wel, dat is dus allemaal per definitie instabiel. Hoe kan ik nou houvast vinden in iets instabiels? Het is totaal uitgesloten. Dus het enige stabiele wat we kunnen vinden in eerste instantie is dat er zijn zelf. Right here, right now. En dat heeft heel weinig te maken met al die secundaire noties of dingen die hun belang hebben. Ik bedoel, ik heb daar niks tegen. Alleen ik ga niet mijn hou vast vestigen in stromend water. It's stupid. Nee, ik ervaar het continu, maar toch is er iets hier diep van binnen wat nog een soort van bevroren is, lijkt het wel. Nee, dat denk ik niet. Dat is te dramatisch. Maar je gebruikte het woord onveiligheid. Nou, daar gaat het over. Alleen iemand die zich onveilig voelt, zoekt houvast. Iemand die zich veilig voelt, die denkt er nooit over na. Iemand die zich onveilig voelt, die gaat aan bescherming of bewapening doen. Iemand die zich veilig voelt, die gedachte die komt niet eens op. Van ik ga camera's ophangen en I'm gonna get a gun. Weet je wel, dat kan alleen als er een gevoel van onveiligheid zit. Dus wederom, van, daar moeten we zijn. Die onveiligheid en inderdaad erkennen, het is goed dat je dat al door hebt, dat houvast zoeken en al die dingen, het werkt gewoon niet, want je gaat je er niet veiliger door voelen. Integendeel, ik vestig dan mijn vertrouwen of mijn hoop op iemand en op een gegeven moment heeft hij geen zin meer om langs te komen. Ben ik weer teleurgesteld en is het onveiligheidsgevoel weer bevestigd. Zie je wel, je kunt ze niet vertrouwen. Nee, you shouldn't. Je kunt ermee interacteren, maar ben ik iemand op wie ik kan bouwen? Weet je wel, nou zou ik niet doen, ik ben een mens. Het is ingewikkeld om te onderzoeken waar komt die vandaan? Ja, maar het is niet belangrijk waar die vandaan komt. Als er een gevoel van onveiligheid in mij is, zal er vroeg of laat iets optreden wat dat aanzet. Wat het aanzet is niet relevant. Het is mijn gevoel, wat er nog steeds zit blijkbaar. Minder vaak wellicht, maar het zit nog steeds in een of andere laag. Daar gaat het om. Nogmaals, degene die, waarin het gevoel van onveiligheid afwezig is, die voelt zich gewoon niet onveilig. Het kan niet getriggerd worden, want het is niet aanwezig. Maakt het te groot, denk ik. Nee, en je kijkt de verkeerde kant op, want het is irrelevant. Daarom is het ook zo hilarisch, al dat gezeur over trigger warnings. Wat overigens mensen al waarschuwt. Dus het alarmeert al. Van pas op, hier gaan enge dingen gebeuren. Oh my god. Wat een beveiliging. Jesus. En willen we mensen vier houden. Dus de trigger is niet relevant. Daar gaat het veel te vaak over. Van ja, de ander triggerde mij. Ja, dan kan ik het fijn bij de ander parkeren. Die maakte mij onveilig. Nee.
It's always me. Het is soms makkelijker om dan de andere schuld te geven. Natuurlijk, ik snap de strategie. Alleen, hij werkt niet. Iedereen moet doen wat hij niet laten kan. Maar als wij ons bevrijden willen van die stukken, dan moeten we daarmee ophouden. Je ander is hooguit instrumenteel. Dus die wijst iets in mij aan. Maar het zat al in mij. Oké. Okay. Je zegt net, net kwam aan bod, vertrek je vanuit onwaarheid, krijg je onwaarheid. Hè? Je krijgt van waarheid en vertrekt. Vertrek je vanuit waarheid, krijg je waarheid. Hè? Dat zei ik niet, maar ga door. Dat is mijn vertaling. Ja, ja, ja. Je krijgt van waarheid, je vertrekt. Ik weet niet zo goed wat jij hiermee moet, maar... Nee, dat vroeg ik me ook af. Want ik kan jou niet vertellen wat jij moet doen. Dat wil ik ook niet. Nee, maar ik vertel het niet in de zin van dat je mij moet vertellen hoe ik mijn leven moet leven. Maar dit gaat natuurlijk over durven die waarachtigheid te volgen of zo. Tenminste, als het gaat over vrijheid. Hè? Dus ik zet mijzelf vast. Dat weet ik niet. Nee, ik hoor vaker dat mensen zeggen van het zit vast of ik zit vast of zo. Soms is dat even een tussenperiode of zijn we iets te veel bezig met een specifieke uitkomst. And we need to back off a little. Hoe lang? I don't know. Backing off is ook een soort doodgaan. Nee. Voor mij niet. Als het hier te veel wordt, is er de neiging gewoon om even in de backseat te gaan zitten. En ik heb dat vaker gezegd, even kijken waar de kaarten liggen. Zijn jullie het laatste? Even kijken waar de kaarten liggen of hoe de kaarten liggen. Om opnieuw te zien hoe dat speelveld eruit ziet. En dan kalmeert juist de boel. Er is geen doodgaan, dan kalmeert het. En het is heel begrijpelijk dat als er veel aan de hand is en er een hoop druk ervaren wordt, dat we dan die toestand willen beëindigen. En ik heb het over de impasse, let's say, of de strijdige elementen die erin zitten, van daar willen we vanaf. En dat is totaal begrijpelijk. En toch is hier dan de neiging als zulke soort dingen optreden, to back off. Want ik wil me niet te snel laten verleiden om in een van de twee polen te gaan zitten. Want het zou kunnen dat er iets anders opkomt. Het zou ook kunnen dat ik het verkeerd heb. Of dat ik iets over het hoofd zie. Of dat er nog iets gebeuren wil waar ik niks van af weet. Dus ik kan vrij goed wachten. Ik vind dat heel moeilijk. Yeah, sure. Nou, ik kan heel decisive zijn. Dus heel makkelijk boom bam beslissing nemen. Maar ik kan ook heel goed wachten. En ik heb geleerd wanneer wat het handigste is. En uiteraard is niks perfect, maar ik kan dat een stuk beter dan 20 of 30 jaar geleden. Toen ik dat besluit nam, kwam er een enorme bak energie vrij. Maar god, ik had geen idee waar ik... Ja, maar op zichzelf zegt dat nog niet zoveel. Want als mijn ego zijn zin krijgt en die houden ze een fles whisky voor, dan krijgt hij ontzettend veel energie. Maar het is niet per se het beste plan. Ik wil er alleen maar zeggen van dat een energy search nog niet automatisch het bewijs is voor het juiste. Maar wel dat er iets bevrijd is geraakt even. Ik ben natuurlijk aan het zoeken, hoe moet ik duiden? Yes, exact. Maar dat kan ik dus niet jou uit handen nemen. You need to figure it out. And I get that it hard is. Maar moeilijke dingen leren is altijd moeilijk. Mm-hmm. En dus nogmaals is de neiging begrijpelijk om gewoon, het moet stoppen. Dus op een gegeven moment kunnen we in een toestand komen van, welke beslissing dan ook is het beste dan geen beslissing.
Want dit vage vuurachtige gedoe is gewoon terrible. Ja, zeker. Tegelijkertijd zit er op een heel ander level, dus los van de praktische kanten, zou ik maar zeggen, een kans om te leren zodanig uit te zoomen dat ik ga voelen dat mijn stress gewoon wegzakt. En als mijn stress is weggezakt en ik weer helder ben, dan kan ik waarschijnlijk een betere beslissing nemen. Ik heb mijzelf heel slechte beslissingen zien nemen vanuit emotional turmoil. Dus op het moment dat ik weet dat ik, en dat gebeurt niet zo vaak, maar weet dat ik in een, laten we zeggen, onduidelijke en chaotische situatie verkeer, neem ik liever geen beslissingen. Functioneert prima, hè? Ik zeg ook niet dat je niet functioneert. Nee, maar dus als het duurt al heel lang. Ja, maar als er dus, mijn advies is dus, als er twijfel is, back off. Heel ongeduldig van, hè? Nee, nee, want op het moment dat we geback-offed zijn, is er juist geen ongeduld. Daar is het nou net. Ja, het duurt al zo lang, hè? Nee, het heeft alleen maar met dit moment te maken. Oké, dat is wat je bedoelt. Yes, of course. Ik kan me alleen nu verplaatsen. And get myself out of the equation. Want dit is het probleem van het ik, niet van dat. En ik heb geen zin om al mijn beslissingen te baseren op de me. Want is een fucking idiot. Ik ken mij. Hij is mental. Ja, wie niet eigenlijk. Ja, exactly. Dus ik ga liever in die achtergrondpositie zitten, een beetje kijken hoe het zit en me daar te realiseren, want dat gebeurt dan altijd automatisch, dat het geen fuck uitmaakt met wie ik ben of waar ik woon of ik veel geld heb of weinig, want ik heb heel veel gehad en ik heb heel weinig gehad. Het heeft geen fuck invloed gehad, heb ik kunnen constateren, op mijn zijn en mijn zo zijn. Nul. Ja, ik kon even wat minder dure gitaren kopen, ik kon helemaal geen gitaren kopen. Nou en? Nu jij dit zegt, dan denk ik, ik ben natuurlijk aan het zoeken naar alsof er een soort ideale route is naar iets wat ik zou willen. Terwijl jij zegt gewoon iedere keer alleen maar zeg jij ga terug. Yes. Alleen maar dat. Yes. Ja. Sorry, ik weet dat het frustrerend is, maar dit is het beste advies wat ik heb. Want in het speelveld, uiteindelijk zijn er geen 100% heilzame handelingen mogelijk. Ik heb toch iedere keer, ik wil gewoon met formule. Ja, I get it, maar die is er dus niet. Ja, ik wil een soort kaart. Ja, ik snap het en het is heel begrijpelijk. En vooral nogmaals als de druk hoog is. En desondanks. Ik vergeet dan dat het enige wat mij te doen staat is terug. En uiteindelijk op het diepste niveau, in ieder geval daarvoor zitten we hier, gaat het om bevrijding. Dus ik heb dan zoiets vanuit die backseat van, nou, we gaan wel zien. Het blijft of het verandert. Het verandert op die manier of het verandert op die manier. Nou, en als er dan aan de voorkant af en toe wat meer of minder verstandige dingetjes lijken op te treden, nou, dan probeer ik dit of ik probeer dat. Of ik blijk er geen zin in te hebben, ook best. Want at the end of the day, het maakt niks uit. Cool, thanks. Is het mogelijk om die dingen op te lossen in jezelf en te bewust te worden van de brillen waarmee je kijkt als het zo troebel is daarbinnen, zeg maar? Kan dat gewoon? Nee, dat is moeilijk, maar er kunnen dingen, yes. En zoals we weten ook vanuit creatieve processen, van iets kan een hele tijd heel stroef lijken en ineens komt de ingeving. En dan draait het hele verhaaltje. Dat is mogelijk. Sommige mensen zitten, hè, als het over mensen gaat in een relatie en dingen die zijn aan het stagneren en het is niet goed. En al doordat iemand zegt van ik ga er vandoor, verandert de dynamiek dusdanig dat ze elkaar herontdekken, is ook mogelijk.
het is ook mogelijk dat het allemaal helemaal koek en ei lijkt. En ineens zegt er eentje van, nou, ik ben het echt helemaal spuugzat, hou doe. Ja. Ja, daar valt verder geen moreel oordeel over te geven of te zeggen van, dit is altijd beter dan dat. Nee, het was meer dat ik me afvroeg, ja. Van kan dat binnen dat... Ja, het is soms lastig, maar soms hebben we die moeilijkheden nou niet per se nodig. Er is ook zeker geen bedoeling aan. Maar ik heb heel wat moeilijkheden moeten doorworstelen voordat de boel helder werd. Ja, dat hoorde ook bij het leerproces. Nou, een van de producten van het leerproces was, you need to back off, brother. En dan gebeurt er vanzelf wel iets. Want het leuke daarvan ook is dat dan een beetje de filters eraf gaan. Dus ik heb ook meegemaakt dat door die back-off positie ik een relatie beëindigde. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb ook meegemaakt dat een relatie zich dreigde te beëindigen. Maar door de back-off positie kwam het in een ander vaarwater. En tot nog toe gaat die door. Ja. Ik weet niet of ze er nog is straks. Want het zou kunnen zijn dat de koffers in de gang staan. Ja. You never know. Or that she's dead. Dat is ook mogelijk. Dan ga ik een nieuwe zoeken. Te zien hoe die troefkaarten liggen. Als je daar duidelijkheid in krijgt. Maar het gaat... Van de voorkant uit niet zomaar, want daar spelen dus altijd alle belangen in. Natuurlijk, ja, daarom is het ook moeilijk. Ja. Als het dus vanuit die achterkant, van back-off, dan ontstaat er of is er een soort neutraliteit. Ja. Yes. En zou door die neutraliteit de lagen die op die kaarten liggen wat meer open kunnen gaan, waardoor... er dus op een andere manier gekeken kan worden. Mm-hmm. Yes. En dan is het dus dat de voorkant die problemen niet meer de intentie hebben van wat ze oorspronkelijk hadden, maar dat ze dus steeds, je zou kunnen zeggen, veranderen in hun eigen eigenheid. Hè? Die kaarten, dus een probleem, doordat ik dus naar achter ga, kan er dus iets veranderen in de ligging, zou je kunnen zeggen, ja. Van die kaart? Ja, of dat ik het beter versta. Of dat er ineens een kaart die heel belangrijk leek, onbelangrijk blijkt. Ja. Vaak is het dus dat die voorkant, dat daar dus zoveel belangen aan zitten, en dat we die niet kwijt willen. Ja, of kunnen. Ja, ook. Kan natuurlijk ook, ja. En bovendien, sommige dingen zijn gewoon ontzettend lastig. Maar eigenlijk is alles lastig in die buitenwereld. Jawel, maar er zitten intensiteitsverschillen in moeilijkheden, zal ik maar zeggen. Maar wat ik inderdaad wel weet, is vanuit dat backing off, het relativeert de boel enorm. En dan kom ik er in ieder geval altijd achter, en ik noem dat ook wel eens naar het nulpunt gaan, dat het me eigenlijk geen ruk uitmaakt wat er gebeurt. Dus ik geef om een heleboel dingen en ik zet me in voor een heleboel dingen. Ik doe dingen als ik ze doe zo goed als ik kan. Want ja, waarom zou ik dat niet doen? Doe het anders maar niet. Weet je wel, al dat soort dingen. En I care a lot. En tot ik op dat nulpunt ben. En dan kunnen ze gewoon alles meenemen. I don't care. Ja, maar dan heb je dus waarschijnlijk ook vanuit die achtergrond, vanuit die back-off positie, heb je dus eigenlijk alleen maar gekeken, maar niet gehandeld? Dat begrijp ik niet. Als je dus vanuit die achtergrond aanwezig bent, dan kun je zien wat daar dus gebeurt aan de voorkant. Als ik dus in die achtergrondpositie blijf, dan maakt het niet uit, want het gaat toch zijn eigen gang en je houdt het niet tegen en je kunt het niet. Right, right. Maar dat is dus inclusief je eigen handen. Inclusief je eigen handelen. Alleen dat gaat veel ongefilterder dan, omdat die belangen eraf zijn. Dus dan kom je tot de ontdekking dat je ineens iets doet of roept. En je zit er tegelijkertijd bij te kijken. Oh, hij roept nou dit of hij beslist nou dat. Oké. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, dan gaat het eigenlijk vanzelf zoals het gaat. Enorm vanzelf. En dus ook zonder
dat vind ik het prettige van die positie, die gewoon overigens optreedt. Ik doe dat niet, het gebeurt gewoon. Van dan hoor ik mezelf dus iets beslissen. Maar niet na allerlei overwegingen, maar gewoon dan is die ineens iets zat. Of dan is hem ineens iets duidelijk en dan, nou, we doen het zo. Of er wordt gewoon geroepen tegen anderen, beslis het maar, want boeit niet. Dan komt het dus omhoog vanuit die neutrale positie als een impuls, wat totaal klopt. Hè? Ja, en die in één beweging doorgaat. Ja. En daar hoef je zelf niks aan te doen. Nee. Het gebeurt zoals het gebeurt, gebeurt, gebeurt. Yes. En ik merk, en dat is wel grappig, van dat soms over kleine dingetjes kan die dan een beetje zitten muggenzeften. Maar als het wat belangrijker dingen zijn van hup, dit of zeg jij het maar, of een kleine ding, iets te veel suiker in de koffie. Een kleine man. Ja, een beetje suikert komt er dan op. En dan denk ik wel eens, back off. Nee, ik vind het gewoon leuk om even te zeiken. En hoe is het eten? Ja, heerlijk. Van een beetje zout. Vind ik wel leuk. Dat is meestal niet. Het is meestal een beetje flauw. Sorry? Je bent ook een deugje. Ja, goed zo. Want er is natuurlijk zoiets als dat directe pad. Maar als ik niet leef, waarachtig leef, ja, dan zit ik niet op dat directe pad. Nee. Het directe pad is heel simpel. Dat is gewoon jezelf afmaken. Ja, dus alle overtuigingen, het luisteren naar inclusief zoeken naar de juiste manier om te navigeren. Want een niet-iemand navigeert niet, want die heeft geen belangen. Dus het directe pad is echt super simpel. I don't exist, that's what it means. Dus welke ik moet er nu iets willen eigenlijk? Nou ja, dat versta ik in die zin, dat als het dan helder is, is er niet een soort terugkerende beweging van wat als dan. Dan is er alleen maar één kant op, zeg maar. Dan is, misschien zou je dat zo kunnen duiden, dan is er niet een persoon die denkt, oh jee, of zo, er is die beweging. Ja, er is eigenlijk bij alles wat er gebeurt alleen maar, oh. Alleen maar? Oh. Oh. Een kind valt dood neer, oh. Een relatie komt tot stand, oh. Een relatie valt weer uit elkaar, oh. Er komt een hele bak geld binnen, oh. En dan is het weer weg, oh. Ja, dan zet je de tv aan, want ja. Daar is het directe pad en dat kan alleen maar hier. En dan nogmaals, dan boeit het dus niet wat er gebeurt. En dan hoef ik me dus ook niet druk te maken. Sterker nog, dat kan dan niet eens. Ja. Maar er is ook zoiets, ja, ik ben er nog niet uit, want er is ook zoiets als, zeg maar, het weglekken van de energie, als je... Niet als je een niemand bent. Nee, maar ja, ik zit hier natuurlijk niet omdat ik... Nee, maar ja, jij begint over het directe pad, hey, sorry. Ik had het daar niet over. Dus het directe pad is niet een of andere ontwikkelingsgang. Volwassenwording is een ontwikkelingsgang. Het directe pad is gewoon, you pick up the gun, bang! Dat is het directe pad. Het stopt onmiddellijk met over jou te gaan. Dus een directe, als ik hem ga vertalen, een directe pad zou zijn wat ik ook zeg, wat ik ook denk, wat ik ook. Gewoon niet meer daarmee bezig zijn en alleen maar terug naar... Nou, dat kan dan gewoon niet. Want... Een niet-iemand heeft geen belangen. Ja, maar jij bent daar dan al. Ik ben natuurlijk daar nog niet. Ja, maar goed, nogmaals, jij begon over het directe pad. En je kunt daar alleen maar op zijn of niet. Het is niet een weg daar naartoe. Het directe pad betekent nu je ik opgeven.
Ja, dat betekent, als ik je goed... Dan kun je niet vertalen, want die vertaling is van het ik. Een niet-ik heeft geen vertalingen. Op het directe pad ben je meteen uitgeluld. Er valt niks te vertalen, er valt niks te implementeren, toe te passen, bij te mengen of whatever. Er is een ik of die is er niet. En die twee, daar zit geen brug tussen. Dus ik handel of vanuit mijn persoonlijke belangen, waar niks tegen is overigens. Whatever that may mean, it's usually a mess. Weet je wel? Of er wordt niet gehandeld vanuit persoonlijke belangen. En dan is er dus nogmaals alleen maar net als het gadeslaan van het weer. Iemand roept, het regent. Oh. En dan doet het er niet meer toe hoe ik mij voel. Het doet er niet meer toe of dat been het wel niet of niet doet. Of er veel of weinig te vreten is. En dan wordt er geconstateerd dat er, als er verschijnselen optreden of interacties, dat er ergens op ingegaan wordt en ergens op niet. Maar het is allemaal open. Er wordt geconstateerd de koffie wordt aangenomen. Of er wordt geconstateerd dat die vergeten wordt. Het maakt niks uit. Ja, ik versta dat wel. En toch probeer ik het weer te vertalen naar mijn leven. I get that, maar dat kan dus niet. De afwezigheid van het ik, om het zo maar te zeggen, de consequenties daarvan voor het praktisch leven zijn totaal onvoorspelbaar. En er is niemand die er iets om geeft op dat moment. En op een wonderlijke wijze lopen dingen dan op een bepaalde manier. Maar het wordt nogmaals allemaal ervaren als een soort, oh, ja, dat kan ook. Ja. Toch nog? Ja, Hans. Even kijken, ik moet even iets zeggen over to be or not to be. Ik wil verder geen Shakespeare gaan doen, maar ik had van de week een gesprek over eigenlijk leven en dood een beetje. Over wel de... Een luchtig onderwerp aan de ontbijttafel. voor haar is... het leven best wel een uitdaging, alle jaren lang eigenlijk. Ik heb iets minder zwaar gehad, maar ik begrijp haar ambivalentie wel over wil ik door of wil ik eigenlijk dat het stopt. En ik merk dat ook in mijn eigen proces dat het toch een beetje is als een soort twee poppetjes op de schouder, de ene leven, de andere dood. En de ene keer wint die nee, en de andere keer is het een ja. En dat je daar eigenlijk ook niet echt over gaat, wat de overhand heeft. Ja, dus ik heb er niet echt een vraag over, maar dat is een beetje... Dat het ook gewoon kan dat het de nee blijkt te zijn voor iemand. Ja, of course. Ja. Ik ken inmiddels een heel elftal die route namen. Ja. En die ja, kan je daar iets aan doen, aan voeding geven? Of? Alleen als er dus al zoveel levenskracht is, dat het daar zin in heeft. Ja. Ja, precies. Dan kan het een zichzelf voedend gebeuren worden, dus een upward spiral, let's say. Ja. Net zo goed als bij de nee-zegger, die kan zich steeds verder ingraven. En het is zeer zeldzaam dat als dat echt is in gang gezet, dat daar via een externe
bron iets aan verandert. Dus het kan optreden dat het een draai neemt, maar usually not. En als we het dan toch over liefde hebben, en ik hou echt van iemand en die wil echt niet. Vond ik ook, ja, dat moest ik denken aan... I gotta let you go. Van Ricky Gervais, Afterlife, dat hij contact heeft met een junk en dat hij zegt van, nou, ik heb het geld er niet voor om genoeg drug dope te kopen om mezelf... En dan geeft hij hem dat geld. Ja. Dat is eigenlijk een heel mooie actie. Yes, yes, yes. En als algemene tip voor mensen die ook een reddersyndroom hebben, probeer er eind te redden die goed te redden is. Of eigenlijk eindje bij voorkeur die het, waar het al vrij goed mee gaat. Dan is dat wat prettiger voor je. Nee, beter is red niemand, maar je kunt wel om iemand geven die het lastig heeft. Ervoor zijn, zeg maar. Op het moment dat we gaan zitten redden, dan komen we in die beetje vreemde elementen terecht. Soms loop ik over straat en dan ligt er zo iemand. En dan zeg ik, hey, ja, ben jij te redden? En hij laat me liggen, oké. Ja, dan pak ik hem zijn schoenen af en dan loop ik door. Die gooi ik dan in de rivier. Ik heb al schoenen. Alright, dank je weer en zie je morgen alweer, no worries.